Maar 44 jaar nam Hornees Jan Sas op dinsdag 30 juli afscheid als machinist van de Nederlandse spoorwegen. Zijn laatste dienst reed hij van Amsterdam naar Enkhuizen. Op perron 1 van station Enkhuizen werd hij welkom geheten door huidige en veel, heel veel oud-collega's. Meestal buschauffeurs die eruit gaan zie je vaak in de krant, maar hier staat geen verslaggever van de krant als er een machinist uitgaat en dat vind ik altijd heel vreemd. Ja, 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 dat is nou eenmaal zo. Hè. Wij zijn altijd een beetje anders dan buschauffeurs of zo, maar laatst was er een conducteur die met pensioen ging en die kreeg toch ook wel heel veel aandacht in de krant, dus het valt nog wel mee. Hoe lang heb je nou bij het spoor gezeten? Bijna 44 jaar. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 64 en je moet niet te lang doorwerken. Dan komt de fiscus achter je aan, dat moet je niet doen. Je weet wat nu de bedoeling is, hè? Je wordt nu huisman. Ja, medewerker van de week thuis. Ik kan me nog herinneren dat jij een van de eerste was met de korte broek. Ja, ook. En dat beviel uitstekend. Maar ja, toen kwam de airco en toen mocht ik de korte broek niet meer aan. Dus ja, jammer van de airco. Of toch niet? Je bent een echte Hornees, maar je bent in Amsterdam begonnen als machinist. Ik ben in Amsterdam begonnen als machinist, ja. Goede opleiding gehad. En wat is nou het leuke van het machinist zijn? Eigenlijk, je bent vrij. Je rijdt overal, je rijdt door de natuur. En ik heb me altijd vermaakt. Ondanks dat je je aan een tijdschema moest houden, heb ik me altijd wel vermaakt. Ik vond het fijn werken. Is het anders als een aantal jaren geleden? Ja. Je moet nu op de seconde nauwkeurig rijden en soms op nog veel krapper. En daarom ga ik niet met pensioen. Het is mooi geweest. Wat ga je doen? Lekker genieten, motorrijden en af en toe een vakantie en zo. Dus dat valt wel mee hoor. Ik amuseer me wel. Het spoor, zou je het missen? Ja en nee, maar ik denk niet zo erg. Het is gedaan!